De jeugd speelt in de sneeuw en maakt zich geen zorgen. Maar het was met de winter wel. De koudste sinds 1789. Zelfs nog iets kouder dan de bekende winter van 1962 tot 63. Eind februari, begin maart viel er heel veel sneeuw, die door de harde wind tot sneeuwduinen werd opgehoopt. Het wegverkeer werd hierdoor ontwricht en vooral in het noorden en oosten van Nederland raakten enkele dorpen dagenlang geïsoleerd. Door het extreme winterweer zaten in Nederland 500 vrachtschepen met kolen vast in het ijs. De kolenvoorziening voor industrie en verwarming stokte. Door de lange vorstperiode waren er bijna geen voorraden meer. De Limburgse mijnwerkers werden opgeroepen om op zondag 2 februari vrijwillig een dag extra te werken en de bisschop van Roermond gaf dispensatie voor het werken op zondag. Bovendien werden militairen ingezet in de mijnen. Barendrechter Joost Hoijmeijer senior filmde de winterpret bij de voor de huidige kijkers vrijwel niet te herkennen gebroken Meeldijk. Met zoveel sneeuw valt er niet te schaatsen. Dus hebben de ouderen de arendsleden van stal gehaald en de jongeren vermaken zich in de sneeuw. Daar, bij de schoorsteen, staat het pand van Stomen Holland, waarin later de meubelfabriek van Treffers gevestigd was.